Vandaag in Drachten gestart bij de Leie. En dan hebben we daar prachtige vaart, een prachtige start, prachtig mooi stabiele vleugels. De boot had wel even iets meer spray dan normaal. Dus we gaan eventjes onderzoeken hoe we dat kunnen gaan verbeteren. Dat zal nu gebeuren, maar zeker ook vanavond. Zodat we morgen weer in topconditie kunnen starten. We hebben echt hard achter de tip aan moeten rijden om hem nog af en toe even te kunnen zien. Maar het zag er goed uit. Na de etappe van gisteravond hebben we de boot goed leeggevaren. Dus vanmorgen vroeg opgestaan om het zonnedek weer lekker richting de zon te richten. En we hebben binnen de verwachte tijd onze batterij weer helemaal volgeladen door. Het laatste stukje zal zo meteen starten en dan zullen we naar de binnenstad van Snekemeer, naar de binnenstad van Sneek varen en daar ook finishen. We zijn nu net gefinished. We hebben in de tussenstop ervoor gekozen om de schroef van de oude boot van 2012 eronder te doen. Daarmee zou je in principe iets harder mee kunnen varen. Nou, dit was ook het geval. Maar helaas werd door de belasting wel de motor een stuk warmer. Dus hebben we niet vol vermogen helaas het laatste stukje kunnen varen. Dus het was eventjes een beetje kijken en meten. Misschien was die schroef beter en hadden we die morgen de hele etappe erop kunnen zetten. Maar dat is dus niet het geval. We hebben dit expres getest in een klein stukje van Snekemeer naar Sneek, ongeveer 5 kilometer. Dus daar hebben we niet zo heel veel verlies op geleden. Terwijl we het eerste grote gedeelte van de dag wel heel consistent vaarden. En dus wij zijn uitgelopen eigenlijk op de nummer 3 en 4. Nummer 1 is wel uitgelopen. En dan gaan we gewoon weer een mooie dag tegemoet. Morgen blijven we in Sneek. We gaan over de Geel hier zo een etappe varen van ongeveer 10 kilometer. En dan zal je ook de sprint zijn. Ja, we hebben er zin in om morgen wel voor het eerst lekker te gaan sprinten. En we kijken ernaar uit. Dus ik zal zeggen, tot morgen.